Ik denk dat gelijkspel op zijn plek is. Ik vind de uitslag terecht en in orde. Allemaal hartelijk welkom bij de persconferentie Zwolle Go Ahead Eagles. Vanmiddag 9380 toeschouwers. Helaas geen doelpunten. Geel gaf de scheidsrechter aan Hernandez, Lachman en Antonia. Ik heb er gisteravond een beetje over lopen praktiseren over hoe ik naar de winst op Zwolle zou gaan beginnen. Dat zijn de overeenkomsten tussen NEC Nijmegen, Heracles, Almelo en Go Ahead Eagles Deventer. Ze hadden allemaal een hele lange reeks van niet winnen bij de concurrerende derbyclub. En dat wilden wij ook zo graag. En, dat is niet gebeurd vandaag. Het is een 0-0 wedstrijd geworden. Ik denk dat gelijkspel op zijn plek is. Zo. Ik had graag misschien ook 2-2 of 3-3 willen zien voor het publiek. Want het was al zo koud. Dus nee, een punt over twee wedstrijden. Helaas wat te weinig. Maar het zij zo. Nou, ik vind de uitslag ook terecht om daar maar mee te beginnen. We zijn verwend in Zwolle. En dat zie je als je een keer niet wint. Als je een wedstrijd niet wint, dan zijn de hoofden bedrukt. Mensen gaan ervan uit dat je altijd alles wint. Helaas zijn wij niet zo goed. En vandaag is er een wedstrijd geweest waarin ik vond dat wij wel ons best hebben gedaan om te winnen. Maar door de tegenstander en door wat Joop al terecht aangeeft, het aantal mogelijkheden wat niet benut werd, dat niet gelukt is. En de Go Ahead Eagles heeft die mogelijkheden gehad, wij ook. Ik vind wel dat wij minimaal 3 momenten hebben gehad waarop we niet mochten scoren, maar moesten scoren. Het mooiste moment is natuurlijk 1 seconde voor rust, waarin je die wedstrijd naar je toe kan trekken. Want dan was het denk ik ook, als wij voor waren gekomen, hadden we gewonnen. Maar goed, het is niet gebeurd, dus dat kan ik mijn ploeg kwalijk nemen. Verder hebben we wel geprobeerd om vooruit te spelen, geprobeerd om druk te zetten. Op het moment dat we druk hadden, konden we moeilijk erdoor komen. Omdat we fysiek voorin weinig te bieden hadden tegenover de verdedigers van Go Ahead, die goed stonden. Dan zou een stormram of een echte grote kerel wel lekker zijn geweest, maar die hadden we niet tot onze beschikking vandaag. En dus denk ik dat het uiteindelijk een terecht gelijk spel is. Wat ik wel mooi vond, denk ik, voor de mensen die op de tribune hebben gezeten, ondanks dat het niet gescoord is. Is dat er wel twee ploegen waren die met de intentie speelden om naar voren te gaan. Die durfden 1-1 te spelen. Waardoor een fase in de tweede helft kwam waarin het echt alle kanten op kon. En iedereen naar voren rende over en weer. Nou, ik denk dat hartstikke leuk is voor het publiek. Soms voor de tactische bagage van de trainers misschien iets minder. Maar goed, dat zijn dan zo. Dat is ook wel het voetbal wat gespeeld voor het publiek. En ik ben blij dat het doorging vandaag, want het kon goed. Het veld was goed. Ik denk dat de mensen een mooie wedstrijd hebben gezien die neutraal waren. Ja, en als je voor Eagles of voor Zwolle bent, ben je misschien niet helemaal tevreden. Wij als Zwolle zijn dat natuurlijk ook niet, maar goed, zo is het. Ik vind de uitslag terecht en in orde. Dankjewel. Bedankt. Tot ziens. Heel bedankt. Yes, yeah, okay.